maar weer een nieuwe video. Ik ga mijn nieuwe commode indelen. Dit is de commode. En veel kijkplezier. Ik ga mijn camera eventjes neerzetten. Tot zo. Daar ben ik weer. Dit is de onderste la. En daar ga ik de luiers in stoppen. In deze blok heb ik de luiers gedaan. Want ik ben natuurlijk een beetje aan het verbouwen en alles aan het uitzoeken. Er staan nu 2 kasten en er moeten er nog 2. Dus we gaan de luiers erin doen. Zo, denk ik. Ik heb heel veel luiers natuurlijk, zoals jullie weten. En ja. Dus... En ik ga jullie zoveel mogelijk laten zien als het allemaal lukt. En ja, ik hoop dat jullie het weer leuk vinden. En zoals jullie weten, plan ik mijn video's in, zodat ik genoeg tijd heb en ook rust. Zodat ik goed de video's kan maken en zo. En ja. Dus, en op de commode is het al een beetje ingedeeld, dat had ik al gedaan. Maar ja, het moest even, spullen moest ik kwijt en ja. Dus ik hoop dat jullie dit heel leuk vinden en dat het inspireert voor jullie misschien. Misschien krijgen jullie ineens ideeën van, oh ja, dat is ook wel leuk om het zo te doen. Nou, ik heb dus heel veel ruimte over. Ik wil de luiers wegdoen, maar dat hoeft dus niet. Ik kom zo terug. Hier nog een hele tas vol. Hele jumbo tas vol met allemaal luiers. Ga ik er ook allemaal in doen. Dan hoef ik het toch niet weg te doen. Dit is de voorraad luier la. En dan kunnen we natuurlijk daar bovenop gewoon voor de doekjes. Dus dan hou je bijvoorbeeld dit over voor de doekjes. Dat ken wel. Dat ik niet alle luiers hierin doe. Dat ik er een paar nog weg doe. Misschien willen jullie er nieuwe luiers hebben. Zeg het maar. Dan verzin ik een mooi prijsje. Want ik heb er natuurlijk best wel veel geld voor betaald. Het is niet geschikt voor een echt kind meer, want daar zijn ze te oud voor. Maar het kan wel voor een reborn. Of een pop. Dat kan ook natuurlijk. En voor mij komt aankomende week de video online. Over hoe ik dus een fotoshoot doe met Thijs. Die hebben jullie dan al gezien als deze online is. Deze komt voor mij online op... dan is het al juli. En de video van Thijs komt ook in juli online. En er komt... na deze video komt er natuurlijk een video hoe ik de kast in ga delen van de meisjes. En daar maak ik ook aparte video's van. Dus één video van Fientje en de ander van Eefje. En daarna volgen nog video's van Bram en van Thijs. En daarna een roomtour. Dus... Ik heb genoeg te doen. In ieder geval. Zo. Kan dat? Ja, het kan net aan. Of zal ik het...
Wacht, ik doe hem anders. Ik doe het zo om. Dat blijft dan toch beter zitten, vind ik. Want hier in deze hoek vind ik het toch een beetje van, nou, blijft het wel zitten? Zo vind ik het toch wel beter. En het is makkelijker te pakken. Waarschijnlijk. En dan moet ik het er weer uithalen natuurlijk. Nou ja, het wordt in ieder geval weer een best lange video, denk ik, dit keer. Ik maak niet zulke hele lange video, want ik merk dat dat niet echt super wordt bekeken. Maar ja, soms wel, soms niet. Dat ligt er heel erg aan hoe het is en zo. Maar ik zie wel dat mensen abonneren en dan ineens weer weggaan. Maar dan vraag ik me toch af van waarom abonneren jullie dan? Want dan hoeft het toch niet als jullie mij niet kunnen verstaan. Omdat ik dan natuurlijk Nederlands ben misschien. Ben je wel een Afrikaan of een, weet ik veel, een Chinees die een keer verstaan? Die zijn er ook tussen natuurlijk, misschien. Maar waarom abonneer je dan? Abonneer dan niet. Ik vind dat namelijk niet zo heel erg leuk. Dat ik dat steeds zie. Want ik zit in een Facebookgroep. Daar kan je dan je link... In hun reacties zetten. Dat zijn dan buitenlandse mensen, geen Nederlanders. Nou, prima. En dan willen ze dat je permanent abonneert op hun. Dan doe je dat. Ik kan het niet verstaan, dus ik kijk het niet. Maar die buitenlanders abonneren dan op mij. Maar die gaan dan weer deabonneren. Dan denk ik, waarom? Weet je, daar is dan geen reden voor. Dan zit je mij een beetje te bedreigen. Dat ik permanent moet abonneren en bla bla bla. Dat doen ze dan. Dan denk ik, maar mensen. Jullie abonneren ook niet op mij permanent. Dus waarom zou ik dan abonneren op jullie? Maar goed, ik ga weer verder. Tweede la. Ik weet nog niet zo heel goed wat ik daarin moet doen. Maar ik ga even kijken. Ik denk dat ik daar bijvoorbeeld deze doekjes in ga doen. Deze is nog van mij vroeger geweest. Ik heb er nog veel meer. En slabbetjes. Dekens doe ik in het bed als dat kan. Waarschijnlijk wel. En anders dan doe ik het in de manden. Nog een hydrofiele luierdoek. En deze. Dit zijn handdoeken. Die kunnen we er misschien ook nog wel in doen. En even kijken hoor. Want dat is een beetje chaotisch. Dus ik moet even goed nadenken van hoe ga ik dat doen. En wat doe ik erin? Want dit is ook... Ik heb hier echt mee gewacht. Tot het een tweede kast er was. Zodat ik dan ook de video kon opnemen en zo. Kijk, dit zijn dan de doekjes met een printje. Deze ook nog van vroeger geweest. En die doen we daar. Slabben.
En ik ga natuurlijk ook kijken van wat heb ik nog nodig. En hoeveel kleding blijft er over voor de jongens. En dit zijn handdoekjes, maar die kun je ook gewoon gebruiken als slap. Trouwens. Dit is geen handdoek. Dit is een doekje. Dat is een nieuw doekje, bedenk ik me nu ineens. Zo. Ik had ze natuurlijk klein opgevouwen, dus. Maar dit is allemaal voor jongens en meisjes, maar dat gaat allemaal bij elkaar. Ik moet even kijken of het allemaal past, want dan moet het ook niet te hoog. Een stapel. Maar dat gaat lukken. Kijk, dit is ook blauw. Dan doen we blauw en wit doen we aan deze kant. Dan doen we roze. En oud doen we dan daar. En de slabbetjes in de hoek. Kijk. En daar in de hoek. De slabben. Dit zijn wel handdoekjes. Maar die kunnen we wel gewoon gebruiken. Hydrofiele doek. Ik heb nog wel meer hydrofiele doeken. Maar dat moet ik allemaal even uitzoeken. Van de meiden heb ik nog. En beneden heb ik volgens mij ook nog wel wat. Ik denk dat ik deze hierbij doe. En dan de hydrofiele doeken. Ik zit nu ineens te denken. Kan dat? Nou, als ik wat meer heb, dan ga ik het op de Amerikaanse manier doen. Maar nu lukt dat niet. Even denken hoor. Misschien kunnen we de handdoeken. Want zoveel verpakkingen heb ik niet. Kunnen we wel daar nog doen. Bij de luiers misschien. Even kijken. Ik heb niet echt hier al op dit moment handdoeken. Deze. Er zijn allemaal dekens en kleding. Nou, dat moet allemaal voor de jongens. Maar mijn moeder moet veel werken, dus die heeft nu geen tijd daarvoor. Dan. Die heeft één pas in elkaar gezet. Even kijken, hier zit ook nog wat. Wat zit hier allemaal in? Hier zit niet echt. Oh, wacht. Ik weet wat. Kijk, we kunnen de handdoeken. Ik heb allemaal mandjes. Dus hier een mandje. Daar kunnen we dan natuurlijk in doen. Ja. Dat is ook zo. Het is een beetje krapjes hier. Maar. En een beetje rommelig. Nou, deze mand. En ik heb hier nog allemaal kleine. Maar dan moet ik even kijken wat ik erin doe. En nog een grote mand. Daar kunnen we de dekens in doen. Denk ik in, maar het past wel. Voor nu kan dat wel, want dan heb ik even iets meer ruimte. Even kijken hoor. Ik heb hier nog een deken. En hier nog een deken. Die vouw ik even op. Ik weet dat jullie dat niet allemaal goed kunnen zien, maar omdat het allemaal een beetje rommelig is,
zo. En dan zet je het hier neer. Nog een sticker af. Sticker. Hier zit ook nog een sticker op. In ieder geval, hier zitten dus dan de handdoeken en zo in. Een kapmouwen. Daar zitten dus dat in. En hier zitten dus de handdoekjes en zo in. En de hydrofiele doeken. Ik kom zo weer bij jullie terug. Tot zo. Ben ik weer. Ik heb nog een paar dingen. Ik heb deze. Dit is echt kussensloop maken. En dat ik ook een citrofiele doek gebruik. Dat ken natuurlijk gewoon. Het is cartoon. Dus dan kan dat. En ik heb hier nog. Twee handdoeken van mijn overige zelf geweest. Toen ik een baby was. Dus die zijn al heel oud. Zo. Nou, dus dan hier zitten dus de luiers in. Hier kunnen nog de binnendoekjes voorraad in. En dan zitten hier de kwaaldoekjes en zo in. En hier kunnen we deze doen. Dat zit in mandjes natuurlijk. Zoals jullie weten. De haarspeldjes en de haarbandjes. En de haarelastiekjes. Dit zijn, even kijken hoor, die hoort eigenlijk hierbij, dit hoort eigenlijk hierin, dat is wel beter, want dan kan ik dit hier al tussen doen, als dat lukt, zo, dan is dit dus gewoon bij elkaar. Daar zitten doppen in van de spenen en een bakje voor spenen en een zalfje en dit is een en er zitten ook speenkoorten in, eigenlijk allemaal van die frutseltjes doen we ook daar en dan een speen met een speenkoort knuffeltje. En deze voor de wimpertjes, de wenkbrauwen, die doen we daar. En deze doen we ook hierin, dit zal ik nog wel een keer uitzoeken. Ik weet nog niet hoe en zo. En wat ik hier allemaal nog in ga doen, maar dat zie ik zo nog wel even. Hier heb ik dus ook wel allemaal mandjes. Stoffig. Er zit een beetje pluis in. Nou ja. Dus ik dacht, ik doe hier. Dan doe ik de flesjes, want de flesjes gebruik ik niet echt heel vaak. Dus dan doe ik dat hier. Ik zal de camera... Hier in de hoek. Ik
hier heb ik ook nog een deel. Daar en daar. En dan doe ik die. Doe ik hier. Dan moet nog wat flesjes staan en zo. Maar die heb ik nu eventjes niet bij de hand. En dan gaan we even kijken. Even kijken hoor. Want op de commode is het nu een klein beetje rommelig. Rommelig, zoals je ziet, zo vanaf daar. De camera even omhoog zetten. Sorry voor het wiebelen. Zo, kijk, het is een beetje rommelig. Ik weet dat die misschien nog hoger moet. Maar voor nu kunnen we dat wel even doen. Zo. Ik had het dus zo gedaan. Dit moet de minis. Die wil ik misschien nog ophangen. Hier al. Ophangen. Maar dat weet ik nog niet zeker. En dit is van mijn buurvrouw. En deze gebruik ik niet. Ja, hij is open, maar dat is niet erg. Deze, die doen we in de onderste la. Dat ken je wel, denk ik. En deze moeten dan in de lades. Kunnen we ook nog zo wel even doen. Hier hebben we nog een paar nieuwe. En deze zijn nog gebruikt. Maar kunnen we nog wel ronden. Nee. Hier kunnen dus nog spulletjes in. Ik heb hier allemaal spulletjes voor de baby's. Ik heb nog veel meer natuurlijk, maar ja, dit voor de haren. Die doen we in een mandje. En dit is voor een bad. Gebruik ik normaal nooit, maar voor het oog is het leuk. Kijk, dit is leuk. Van Zwitser. Voor een bad, olie. Kijk. Badolie is dit. Niet helemaal scherp stellen. Maar jullie weten wat ik bedoel. En dit is voor, dit is anti-klit. Droog shampoo, zoals jullie weten, dat ik dat allemaal heb. Ik gebruik het niet heel vaak, maar of ik gebruik het nooit. Talkpoeder heb ik ook nog nooit gebruikt. Maar het is meer voor de sier eigenlijk ook. Zachte crème en body lotion. Dat heb ik ook nog nooit gebruikt voor de baby's, maar wel voor mij. En deze wil ik hier ophangen. Ga ik nog doen. Deze. Gaan we hier ophangen. Dat is leuk voor boven de commode. En dan heb ik hier dus het aankleedkussen. Er komt een nieuw hoes. Maar ja, dit is voor nu even. En een doek eroverheen. Voor nu. En even denken hoor. Ik denk dat ik wel alles heb gehad zo. Ik kan nu nog niet heel veel doen. Want ik heb nog heel veel in een andere kamer staan.
spullen en ja, alles is nog een beetje ingepakt ook. Weegt. Maar ja, dan komt dat vanzelf wel, denk ik. Dus ja, daar staan dus de luiertjes en hier komt dan de baby op te liggen. En waarschijnlijk komt er nog wel een update, denk ik. Als ik als de bedjes en zo op de kasten staan, dan komen jullie vanzelf wel te zien. Krijgen jullie vanzelf wel te zien een update over de commode. Misschien kom ik nog wat dingen tegen en vul dat tussendoor voor jullie. Nou, vond je deze video leuk? Doe even een duimpje omhoog. Vergeet even niet te abonneren. Bij 100 abonnees ga ik nog steeds een winactie doen. Dus als je wil meedoen. En als je wil dat ik een winactie ga doen. Abonneer dan even. En doe een duimpje omhoog. En laat even een reactie in. Laat even weten in de reactie. Of je deze video leuk vindt. Nou, doeg. Doei. Ik ga volgende keer voor je. Dus voor jullie volgende week komt er een video over dat ik Vintje of Eefje haar kast ga indelen. Nou, tot de volgende video. Doeg! Bedankt voor het kijken!